Mijn naam is Herman Middelbos, CT-specialist bij ABD Renault. Welkom bij de Renault Zoe. In 2018 was Renault voor het vierde opeenvolgende jaar marktleider op basis van de elektrische voertuigen. Van de Renault Zoe werden bijna 40.000 auto's verkocht. Dit is 18,2% marktaandeel op de hele elektrische markt. Bij een elektrische auto staat de rijbeleving natuurlijk wel hoog in het vaandel. Eigenlijk hebben we gewoon altijd serene rust. Dat heeft ermee te maken dat we geen benzine- of dieselmotor in het vooronder hebben. Vooral bij lage snelheden hoor je eigenlijk helemaal niks. En bij hoge snelheden alleen het windgeruis en de banden. Nog een voordeel bij elektrisch rijden is dat ik niet meer hoef te tanken. Want ik kan thuis gewoon laden. Met een wallbox en een laadkabel. De Renault Zoe die is uitgevoerd met een 41 kWh batterij. Die batterij resulteert in een werkelijke actieradius van tussen de 250 en de 300 kilometer. Dit is genoeg voor normaal gebruik. Daarbij heeft de Renault Zoe een chameleonlader. En een chameleonlader is uniek in de markt. Hij kan namelijk thuis op een driefase laadpunt aangesloten worden. En dat betekent dat hij van 0 tot 100% in 4,5 uur kan. Elektrisch rijden de toekomst? Nee, het is de toekomst niet. We zijn er al, hier en nu. Bent u op zoek naar een elektrische auto? Kom zeker bij ons langs in een van onze showrooms voor de Renault Zoe. Welkom bij ABD.